allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb er vandaag echt super veel zin in, dus laten we gauw beginnen. Nou, ik heb al een paar dingetjes opgegraven wat een beetje troep was. Maar mijn eerste goede vondst, binnen denk 10 minuutjes, is meteen zilver. Nou, hoe dan? Komt-ie? Ja, daar ligt hij. Ik denk een zilveren lepel. Hij is wel echt heel glimmend, dus het moet wel zilver zijn. Ik heb laatst mijn vondsten opgeruimd en toen kwam ik een klein zilverlepeltje tegen. Die zag er precies zo uit. Super vet! Eerste zilver van de dag is binnen en ik heb dat nog allemaal te gaan. Dus op naar meer! Nou, je gelooft het niet. Ik heb net mijn camera uit. Ik denk, ik ga lopen. Ik heb letterlijk daar net die zilveren lepel eruit gehaald. En hier had ik een mooi signaal. En heb ik, denk ik, de rest van de lepel. Leuk versierd. En hier zie je de stempels. Even kijken of die scherp kan stellen. Ja, zie je de stempels. Dus dat is zeker zilver. En hier nog een beetje mooi versierd. Het is wel een beetje een gek handvat, moet ik zeggen, maar super blij mee. Yes! Ja, ik heb dit eruit gehaald. Het lijken twee poppetjes. Een vrouw en een man. Alleen de man heeft geen hoofd meer. En ze staan een beetje omarmd of zo. Grappige vondst. Nou, ik geloof het zelf haast niet. Volgens mij heb ik weer zilver. Maar deze keer had ik twee dingen in het gat. En ik heb helaas het zilver gebroken. Ik weet nog niet helemaal zeker of het zilver is, maar ik denk het wel. Maar super gaaf. Ik denk dat ik vandaag een zilverdansje moet gaan doen. Nou, hier komen de vondsten. Nou, helaas is deze gebroken. Ik denk wel echt dat het zilver is. Hij is wel heel vies. Maar hij is versierd. En hier aan de achterkant dacht ik wat stempeltjes te zien hier. Maar goed, die moet ik thuis even goed schoonmaken. En helaas heb ik hem net zelf gebroken. En deze was al. En dit lag er ook nog in. Ik heb geen idee. Een hekwerkje of zo. Maar ja, dit is natuurlijk wel weer een topvondst. Nou, het moet... Ik ga er helemaal van kwijlen. Het moet echt niet gekker worden hoor. Want ik heb twee stappen gezet. En volgens mij heb ik een zilveren munt. Ik weet het nog niet zeker, want ik heb hem nog niet echt goed bekeken. Maar wauw, ik kan het gewoon niet geloven. Nou, daar komt hij. Kijk, daar ligt hij. Ik heb echt nog helemaal niet gekeken wat het is. Dus ja, laten we dat even gaan doen. Oh my god, volgens mij heb ik mijn eerste gulden. Oh, ik had niet geloven. Ik ben echt, echt onwijs blij. Nou, ik loop al een paar weken te zeggen, ik wil echt gewoon een keer een oude zilveren gulden vinden. Nou, heb ik er gewoon één. En een mooie ook volgens mij. Ik ga hem even spoelen in de sloot, maar heel voorzichtig. Ik ga hem niet laten vallen, maar wauw. Wat ben ik blij. Nou, daar gaat hij dan. Ik hoop niet dat ik hem laat vallen. Ja, het is 1 gulden. Zo, dat had ik natuurlijk al gezien. En aan de achterkant staat een meneer en die kijkt naar links. Ik weet zo uit mijn hoofd even niet welke koning dat is. Maar ja, dat weten jullie natuurlijk wel. Hij is wel echt super vet hoor. Ik ga het jullie even van dichtbij laten zien. Kijk. Hoe mooi. Hoe mooi die nog is, joh. Echt niet normaal. Ik moet even kijken of ik een jaartal kan lezen. Ik denk dat die aan de andere kant staat. Maar echt. Wauw, wat ben ik hier blij mee. Super vet. Ik kan geen jaartal vinden. Ik heb ook geen leesbril op. Maar ik laat hem zo. En dan ga ik hem thuis verder schoonmaken. Maar echt. Wauw. Wauw, wauw, wauw.
Nou, het jaartal kan ik niet lezen. Ik heb wel de optie staan dat het Koning Willem II is. Wauw. Nou, ik ga hem thuis verder schoonmaken. En dan komt er een super gave foto in beeld. Ik ben zo blij. Yes! Ja, mijn volgende vondst, er staat wat op. Volgens mij staat hier Henk. Ik weet het niet precies, ik kan de tekst niet goed lezen. En hij is helaas in stukjes. Dus ja, dat wordt even schoonmaken en kijken wat het is. Misschien een naamplaatje of zo. Nou, ik weet niet wat voor dag het is. Nou, in ieder geval mijn geluksdag. Want ik ben super blij met al mijn zilver wat ik tot nu toe gevonden heb. En nu twijfel ik of ik goud heb. Ik heb nog nooit goud gevonden. Er staat een merkje in, maar ik kan het niet zo goed lezen wat erop staat. Het is goudkleurig. Het lijkt op een speldje. En in het gat zat ook nog iets anders. Maar ja, dat boeit me niet meer zoveel. Want het gouden, als dat goud is, ben ik nog blijer. Ik kan het gewoon niet geloven. Nou, ik ga het jullie laten zien. Kijk, dit was mijn tweede vondst uit het gat. Maar hier ligt het mogelijke goud. Ja, je ziet er staan wat merkjes op. En hier een oogje en daar zat een pinnetje aan, maar die heb ik vandaag afgebroken. Dus het is ook vandaag een afbreekdag voor mij. Want ik heb al heel veel gebroken. Maar ja, misschien was dit een dasspeld of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar als dit goud is, is dit mijn eerste goud. Wiehieuw! Het is officieel mijn geluksdag. Het is geen zilver, geen goud. Maar deze heb ik nog nooit zo mooi gevonden. Wauw. Ik maakte het gat open en hij floepte er zo uit. Nou, ik had alleen maar... Hoho. Komt-ie. Daar ligt-ie. Zien jullie al wat het is? Het is een speelgoedbord. Van een poppenhuis. Maar super vet. Hij is helaas kapot, zie ik nu. Oh. Maar super mooi versierd. Zo'n heb ik nog nooit gevonden. Wauw. Mega blij. Ik ben benieuwd wat ik nog meer ga vinden vandaag. En ik heb vandaag ook... Nee, niet mijn eerste muntje trouwens. Want ik heb natuurlijk al een munt. Een hele vette. Maar mijn eerste normale muntje dan. Yes. Ja, lepeltjes en bestek. Die blijf je maar vinden altijd, hè. Deze keer geen zilver. Ik begin echt verwend te worden vandaag. Ik baal ervan als het geen zilver is. Nee, superleuke vondst. Altijd leuk om te vinden. Ja, mijn zoveelste bestekje. Ik haal hem zo met mijn schep eruit. Geen zilver. Maar toch weer een lepeltje. Ik dacht eerst dat ik een rokverzwaarder had. Die heb ik al lang niet meer gevonden. Maar er staat een getal op 4. Dus... Het zou ook iets anders kunnen zijn. Als jullie weten wat het is, laat het weten in de reactie. Nou, deze keer niet het lepelschepdingetje, maar het steeltje van de lepel. Hij is nog een beetje versierd. Hoppakee. En weer een muntje. Helaas, kaal en niks dus op te zien. Ik dacht, heb ik nou weer geluk? Maar het vingerhoedje is helaas van aluminium. Maar hij is wel helemaal heel. En dat gebeurt zelden. Meestal zijn ze helemaal plat. Dus ja, toch wel een leuke vondst. Zo, dit was het weer. Nou, het was voor mij echt een fantastische dag. Ik heb echt, even kijken, 4 keer zilver gevonden. 1 keer goud. En nog een heleboel andere leuke dingetjes. Nou, topdag. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet ook niet even een gratis abonnementje te nemen. Want dat wordt altijd gewaardeerd. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doei!